Ik daag jou uit. Like de video sneller dan dat de bus afslaat. De bus komt eraan. Ik hoor het. 3, 2, 1. Precies. Met andere woorden, het is weer zover. Maar dat niet zomaar. De vorige keer hebben wij geprobeerd de machine van de Rainbow Friends te gebruiken. Om zelf een Rainbow Friend te worden. En dat gaan we vandaag weer proberen. Oh my gosh, hij was aan het klimmen en ik sprong naar beneden. Geen goede combi. Volgens mij ben ik daar een blokje vergeten net, momentje. Ik zie dat hij hiervoor staat en ik zie zijn armen. Hij probeert er doorheen te komen, maar het lukt hem echt net niet gewoon. Kan ik er nu tussendoor? Oeh, dat ging maar net goed. Ik heb het blokje. In ieder geval. En de vorige keer zagen wij de vergeten Rainbow Friend. Want daar veranderden we in. En nu wil ik kijken. Daar is de machine. Kunnen we weer zoiets doen? Kunnen wij veranderen in een Rainbow Friend die er eigenlijk nog helemaal niet hoort te zijn? Want dat is immers waar de machine voor gemaakt is. Nieuwe Rainbow Friends. Oké, ik ben de blokjes kwijt. Dus met lege handen ga ik die kant op. In de hoop dat ik blauw niet tegenkom. Wat toch wel weer gebeurt. Op zich komt het best wel goed uit. Want ik heb een goede plek om te schuilen. De machine. Oké, daar gaan we. Ik ga er snel in zitten. Oké, oh. Dat gebeurde de vorige keer ook. Ik ben af. Maar Job, dat is toch niet goed? Jawel, jawel. Want als ik dan respawn... Wacht, wat? Wacht. Wat? Wie is dat? Is dat roze? Ik bedoel, het is een roze Rainbow Friend. Kijk naar die voeten, die ogen, alles. Oh my gosh, dat is zo gaaf. Maar dat is totaal niet hoe mensen denken dat roze eruit gaat zien. We hebben natuurlijk vaak die roze gezien met die hoge ogen. Ik weet het niet. Wat? Het past wel bij de Rainbow Friends. Er wordt natuurlijk gezegd dat roze het zusje is van blauw. Dus als wij nu de echte roze zijn, dan zou dat betekenen dat blauw ons niet aanvalt. Toch? Laten we het testen. Ik kan blauw nergens vinden. Wat is dit eigenlijk voor glazen doos? Wacht, zouden we daarin kunnen zitten? Besef hoe erg we spelers kunnen laten schrikken als ze hier langs lopen en wij zitten hierin. Oh my gosh, we zitten erin. Wat? Luister, we hebben nu letterlijk een plek gevonden waar we niet meer uit kunnen, maar waar een Rainbow Friend ook nooit in kan. Met andere woorden, als je hier in het begin van het spel ingaat, dan blijf je er gewoon tot het einde en heb je automatisch gewonnen. Maar wat nou? Als we er dan via de achterkant proberen uit te gaan, waar komen we dan? Oh... Wacht, wat? Oké, momentje. En wat als ik dan via deze kant... Ja, sorry hoor. Via deze kant weer naar binnen ga? Dan ben ik hier. Het is me nog gelukt ook. Dit vind ik misschien wel het leukste aan Rainbow Friends. Geheimen ontrafelen. Ook al was dit niet echt een geheim. Dit was gewoon eigenlijk best wel dom. Ik heb de eerste ronde nog nooit zo lang zien duren. Dit is bizar. Weet je wat ik denk? Spelers blijven gewoon... allemaal in de doos zitten. En ik denk niet dat dit de echte roze is. Want blauw is... niet blij met ons. Ik heb het al vaker gezegd, maar chapter 2 is makkelijker dan chapter 1. Het einde van chapter 2 is moeilijker, maar de rest vind ik makkelijker. Deze map is namelijk heel onoverzichtelijk. Ik denk al dat ik weet wat er aan de hand is. Er is een speler met heel veel blokjes die ze gewoon niet inlevert. Een van de irritantste dingen die er kan gebeuren. Maar deze is van mij. Hey, roze met een roze blokkie. Oké, deze leveren we in. Wie is daar? Oh, wie is dat? Het is groen. Wie dacht je anders? En daar zijn we weer. Op naar het roze bed. Maar niet voor lang. Want Oranje heeft honger. En als Oranje honger heeft, dan heeft iedereen een probleem. Oké, wil ik zometeen nog een keer de machine in? Reageer ja als ik het moet doen. En als ik het vaker moet proberen in Rainbow Friends. Want het lijkt alsof we nog lang niet alle Rainbow Friends hebben gezien. En het blijft gewoon super vermakelijk om iedere keer te kijken in wat of in wie we veranderen. Hé, kijk, een roze zakje met eten. Dat komt perfect uit. Maar dit vind ik wel de meest originele tot nu toe. Oké. Oh, hier ligt er letterlijk nog eentje. Niet zo moeilijk om in te leveren. Oké, we hebben er 6 van de 15. Dus wat ik eigenlijk wil doen, is nu alweer de machine ingaan. Ik bedoel, we weten nu hoe het is om roze te zijn. Maar ik wil eigenlijk kijken welke kleuren we nog meer kunnen ontgrendelen. Welke nieuwe Rainbow Friends er nog meer zijn. 3, 2, 1. Ik zit erin. Oké. Schrok even. Ik bedoel, het kan best snel gaan. Oké, dus we zijn afgegaan in de machine. En dat betekent dat als we respawnen... Wie is dat? Violet! Het is gelukt! Dit is letterlijk een kleur waarvan veel mensen denken dat die toegevoegd gaat worden in Rainbow Friends. Ja, ik weet niet echt hoe je violet het best kunt beschrijven. Misschien een soort van lichtpaars. Een beetje een combinatie van paarse en roze. Maakt niet uit. Dit is hoe ze eruit ziet. Super gaaf. Wauw. Het lijkt ook wel een beetje op hoe... Oh, ik zat al te wachten, man. Op hoe paars eruit ziet met die scherpe tanden. Kunnen we hier trouwens niet nog wat doen? Oh ja, veel mensen weten het trouwens niet. Maar er zijn zoveel verstopplekken in chapter 1. Ik zal er eentje laten zien. Als je deze kant op gaat, moet je natuurlijk wel snel genoeg zijn. Dan kun je hier onder het matras verstoppen. En blauw kan niks anders doen dan een dutje. Waarschijnlijk. Oh my gosh, groen is er ook gewoon. Weet je wat ik mij ook afvraag? Er is een ladder hier. Daar kun je helaas niet op. Maar je kunt er misschien wel achter. Waarschijnlijk ga ik nu uit de map vallen, maar ik heb het er allemaal voor over. Wacht even hoor. Ik kan niet de enige zijn die zag dat dat niet uit de map vallen was. Dat was alles behalve uit de map vallen. Wat is dit? Wat ik trouwens merk, als ik echt iets op het spoor ben in Rainbow Friends, dan lijkt het altijd alsof ik ineens niet meer verder kan. Bijvoorbeeld dus ook hier nu. Er is daar iets. Er is een gang. Oké, dat is voor een andere keer. Want er komt ineens in me op dat we dit de vorige keer ook ergens anders zagen. En toen lukte het mij ook niet om er doorheen te gaan. Nou, misschien nu wel. Dat is helemaal in het begin. Kijk, moet je opletten. Het is super donker. Maar hier is een stuk muur wat er anders uitziet. We gaan het proberen.
Kom op, kom op, kom op. Waarom precies op het moment dat het me lukt en ik zie dat we niet uit de map vallen en dat er dus iets is, is het ineens afgelopen en gaat Oranje eten. Maar goed, misschien goed om even een dutje te doen. Ook al past het niet echt. Dat was een niet al te lang dutje, maar dat maakt ook niet uit. Want ik wil het eigenlijk nu gelijk nog een keer proberen. Oké, het was hier waar ik net stond. Ik ging perfect tegen de muur staan, gebruikte de welbekende emote en ging er doorheen. Hè? Oké, dit is geen kamer. Wacht eens even. Dat is paars. Dat is paars. Ik moet niet vallen natuurlijk. Zou ik daarop kunnen vallen? Nee. Oké, nu ben ik wel af. En je zag paars zijn armen. Zag je dat op het laatste moment? Ik blijf het zeggen. Dit is precies waarom ik van Rainbow Friends hou. Elke keer als je denkt dat je alles hebt gezien en gevonden, is er meer te zien en vinden. Reageer paars als je de video nog steeds kijkt. Je bent een baas. Oké, eens even kijken. Nog wat lampjes vinden. Jij bent geen lampje. Jij bent geen lampje. Anders was je een blauw lampje. Zo irritant dat blauw ook kan klimmen. Hier is nog een lampje en hier ook. Waar ik nu al niet op kan wachten. Lampje. Is op chapter 3, waar we waarschijnlijk ook weer een hoop geheimen gaan verkennen. Hier nog een lampje. Oké, als we deze inleveren, hebben we er nog maar 4 nodig. Maar ondertussen is Oranje onderweg. En wat ik de vorige keer ook al eens wou doen, is naar Oranje zijn grot gaan wanneer die niet thuis is. Gewoon om te kijken hoe die reageert als die dan thuis komt. Oh, wacht, hier onderdoor. Daar hebben we paars. Oh nee, oh nee, oh nee. Oh my god. Moet je opletten, moet je opletten. Moet je opletten? Wacht, ik wil eigenlijk dat hij achter me aankomt. Oh, 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 oh. 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 Nee, 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 nee. Oké, okay. Oh, oh nee. Is hij daar nog? Oh, 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 oh. Dit is zo leuk. Dit is zo grappig. Waarom is dit zo leuk? Ik ben trouwens blij dat de machine even niet werkte. Anders waren we nu alweer iemand anders geweest. En daar hebben we paars. Wacht, wat als ik er dan nu doorheen ga? Misschien kunnen we hem dan letterlijk helemaal zien. Oh, oh, nee. Het lukte bijna. Oké, okay, ik respawn. Wacht. Waar ben ik? Ik zit in een of andere lege kamer. Oh nee, volgens mij heeft het spel door dat ik aan het vals spelen ben. Als we er nou uitproberen. Het is letterlijk een lege kamer. Oh nee, Oranje is onderweg. Precies wanneer ik het lampje heb. Snel, snel, let's go. En dat betekent dat we de zaklamp moeten pakken en op zoek gaan naar batterijen. Hier naartoe. We hebben niet zoveel batterijen nodig, in tegenstelling tot de andere items. Oh nee, Bill. Oké, kom op, kom op, kom op. Snel, snel, oké. Kan ik hier heel snel onderdoor? Dat zijn de eerste 3. Hey, een batterij op de bank. Daar hoor jij niet. Ik vind sowieso chapter 1 wel spannend. Kijk, in chapter 2 ben je buiten. Iets daaraan vind ik gewoon wat minder eng. Oké, ik ben nu letterlijk bij Oranje's nest. En hij is op dit moment niet thuis. Dus ik ga hem te eten geven. En ik ga hier staan. Als het goed is, komt hij zo door die deur heen. Ja, ik denk dat hij er nu aankomt. Moet je opletten. 3, 2, 1. Daar is hij, let op. Ziet hij mij? Hij ziet me. Oeh. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Ik vind Oranje zo leuk. Ik vind het echt jammer dat hij niet in chapter 2 zit. Dus het laatste wat ons nu te doen staat, is de ticket pakken en een hoedje krijgen. Die we letterlijk niet kunnen zien. Is proberen te ontsnappen van blauw. En dat doe ik zonder dat ik de ballonnen aanraak, want we weten wat er dan gebeurt. De deur gaat open. Wij duwen de blokken aan de kant. Alleen de gele nog. En nu is het een kwestie van gaan. Ik word moe van al dat rennen. We gaan hier overheen. Hier onderdoor. Rechts. Dat kan niet. Dus we gaan naar links. En nu misschien wel het mooiste moment van allemaal. Ja, kijk. Daar zul je hem hebben. En precies wanneer die er bijna is, gaan wij nog even met hem mee. Yes! Abonneer voor meer. En adios.